Dit is het tweede voorbeeld van een rationale functie. De functie gx is x² min 1 gedeeld door x² plus 3x plus 2. En hier staat de grafiek van de functie. En ik heb ook weer eventjes het onderzoeksschemaatje gekopieerd. Goed. We beginnen weer met de teller en de noemer van die rationale functie proberen te ontbinden. En dat is in dit geval is dat x min 1 keer x plus 1 in de teller. En in de noemer krijgen we x plus 1 keer x plus 2. En als je nu naar het stappenplannetje kijkt, dan lijkt het erop bijvoorbeeld dat die rationale functie 2 nulpunten heeft. Hè, want de teller die is gelijk aan 0 in x is 1 en in x is min 1. Echter, als je naar het plaatje kijkt, dan zie je dat er maar één nulpunt lijkt te zijn, namelijk bij x is 1, hier zo. En hoe komt dat nu? Ja, kijk nog eens goed naar die breuk. Zowel in de teller als in de noemer staat de term x plus 1. En in het rekenwerk kun je dus die twee factoren tegen elkaar wegdelen. Het enige wat je moet bedenken is dat de functie in x is min 1 niet gedefinieerd is. En dat noem je een perforatie. Met andere woorden, er zit dus een klein, bij x is 1 zit een klein, bij x is 1 zit een klein gaatje in de grafiek. Goed, we beperken ons nu tot de functie x min 1 gedeeld door x plus 2, want dat is immers wat we overhouden. Ja, en nu is het vrij recht toe recht aan. We hadden al gezien dat een nulpunt zit bij x is 1. En een verticale asymptoot, die krijgen we nu bij x is min 2. Hè? Dat zie je ook weer in het plaatje. X is min 2 zit de verticale asymptoot. En een horizontale asymptoot, ja, dan moet je, nu is de graad van de teller en de noemer zijn gelijk. Dus in het stappenplan, of in het schemaatje wordt gezegd dat je nu moet delen door de hoogste macht van door de hoogste macht. En dat is in ieder geval 1, dus je deelt door x. En wat krijg je dan? X gedeeld door x is 1, 1 gedeeld door x is 1 gedeeld door x, x gedeeld door x is 1 en 2 gedeeld door x is 2 gedeeld door x. Oh. En als je nu de limiet neemt, als x naar oneindig gaat, ja, dan wordt die term 0 en je houdt over 1 gedeeld door 1. Met andere woorden, we hebben een horizontale asymptoot, bij i is 1.